Nou, vorige week zagen we hoe wij Antoinette verrasten met een bosje bloemen. En zij mocht natuurlijk ook iemand in het zonnetje zetten. En dat was haar zus, José. We gaan nu naar José en we gaan even kijken of we haar kunnen verrassen met het bosje bloemen. José, goedemiddag. Goedemiddag. Oh. Kijk eens, ik heb een bosje bloemen voor u. Hartstikke mooi. Hier wordt er iemand in het zonnetje gezet. Heeft u enig idee wie dat zou kunnen zijn? Enig idee dat dat zou kunnen zijn. Nou, de eerste die in mij opkomt is mijn husband, maar... Wie? Mijn man, oh, ja. Die net openmaakte. Iemand buiten huis, zeg maar. Even buiten de deur. Iemand buiten de deur. Ja. Het is een zij. Het is een zij. Ze vertelde me over het ongeluk wat uw zoon heeft gehad. Ja. En ze vond van u dat u een bloemetje verdient. Een van de vriendinnen. Ze woont in Giffen, zeg ik dan misschien nog iets? Mijn zusje. Antoinette. Ja. Daar zijn wij ook geweest, want die hebben wij namelijk ook een bloemetje gegeven. Die was ook weer door iemand in het zonnetje gezet. Och. En dit keer bent u in de beurt. Nou, kijk eens wat aan. Leuk. Alsjeblieft. Dankjewel. Dus. Het is in dit geval een minder goede aanleiding voor een bloemetje, maar het verdient het juist wel extra. Ja, het was een heftige periode. Ja, is het allemaal goed gegaan? Gezien de ernst van het ongeval, hij zal wel hoogstwaarschijnlijk de rest van zijn leven een brace moeten blijven dragen om zijn linkerarm. Die zou hij niet meer kunnen gaan bewegen zoals het eerst altijd was. Maar, fijn dat hij er in ieder geval nog is. Hij is er nog, dat is het belangrijkste. Dat is inderdaad het belangrijkste. Ja. Nou, maar op het moment dat ze dan inderdaad om 9 uur 's morgens aanbellen, dan de politie van meteen mee. Dan, dat is geen fijne boodschap. Nee, dan gaat er echt even van alles door de kopje heen. Nou, dat is fijn dat we in ieder geval hiermee in het zonnetje kunnen zitten. Hè? Dat is een hartstikke mooie actie, ja. Ja, maar nu mag u ook iemand in het zonnetje zetten. Heeft u enig idee wie dit volgens u zou verdienen? Ja, dan denk ik dat ik voor mijn vriendin Irene ga. Ja. Ja, die kampt al een hele lange tijd met een depressie. En die heeft er nu medicijnen voor, maar het is nooit meer de Irene geworden die het was. Nee. Dus ze is er niet minder vriendin om. We doen toch nog samen dingen ondernemen. Maar het vrolijke is eraf. Het is, ze leeft een beetje van, het moet zo volgens de regeltjes. Dus ik pas me aan op die manier eigenlijk een beetje. Dus, nou, dan gaan we haar in ieder geval in het zonnetje zetten. Het is een mooie dag ervoor. Ja, dat is het inderdaad. Ja. En ik hoop dat we haar in ieder geval weer een stukje blijder kunnen maken zo, ja. Op zo'n dag. Ja. Gaan we er gewoon even langs. Nou, hartstikke mooi.